thank <laughs> We gaan namelijk nu de krant lezen met Ilja van Beest. Ja, en uh, jij houdt je bezig met onderzoek naar coalitievorming. Dan kan ik me alles bij voorstellen dat het op dit moment smullen is. Het is zeker smullen. En ik denk dat we dan allemaal meteen denken aan de politiek. En uh, ook vandaag of deze week uh, gaat Cenk Willink weer bij alle mensen lang. Om te kijken wat iedereen nou wil. Maar om daar nou meteen even een uitstapje te nemen, ik denk dat ik een ander voorbeeld dat deze week opeens speelde. Ik nog wel, misschien wel grappiger vind. En dat is gewoon voetbal. Daar heb je gewoon allemaal teams die van alles willen. En nu heb je een aantal clubjes die hebben opeens bedacht: weet je wat, wij vormen samen een coalitie en wij stappen in een nieuw avontuur. En wat zeggen de andere, uh, de andere voetbalpartijen die zeggen. Dat is heel mooi als jullie in een nieuw avontuur stappen. Maar daarmee stappen jullie dus ook uit ons huidige avontuur. Ja, want zo mooi vonden ze het helemaal niet. Uiteindelijk zie je dus dat we dus vandaag hoorden, volgens mij, dat de meeste partijen zich alweer hebben teruggetrokken. Precies. En hun uh, ja. Ja, en, en zoiets gebeurde natuurlijk ook uh, met die coalitieonderhandelingen van onze regeringen. De partijen zegt, ja. nou, we hebben verloren, wij trekken ons eventjes terug. Uh, je zag allerlei uh, tactieken. Er werd onder meer gezegd dat bijvoorbeeld het CDA hard to get zou spelen. Is dat nou bijvoorbeeld ook een handige tactiek als het gaat om het vormen van een coalitie? Nou ja, wat je dus ziet eigenlijk in coalitievorming, als ik het gewoon nadenk over de, 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 de psychologie van coalitievorming, dan is eigenlijk, zou ik zeggen, een fout die mensen misschien maken, is dat ze zeggen van nou, ik ben de belangrijkste ik wil het meeste hebben, en iedereen vindt dat ook. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat de meeste mensen ook zeggen, nou, die wil inderdaad dus heel veel hebben, daar gaan we dus geen coalitie mee sluiten, want dat levert ons dus dan heel weinig op. En dit zogenaamde uh, grote is een zwakte effect, dus dat de grootste partij minder vaak meedoet aan een onderhandeling dan je eigenlijk zou mogen verwachten, uh, is een van de, de, de belangrijkste inzichten eigenlijk in de, in de, in de, de theorie van, van coalitievorming. En, en stel dat Cenk Willink nou hier meekijkt, wat zou je gouden tip aan hem nog zijn in die coalitievorming die nu bezig is? Nou, wat ik, wat ik denk dat Cenk Willink heel goed doet nu, is dat hij dus eigenlijk probeert te zeggen van nou, denk nou eens allemaal na, wat wil het volk? Wat zijn de thema's die het volk wil dat we oplossen? En laten we daar dan nu eerst eens op inhoud, eens over nadenken wat we daarvan vinden. En daar ontstaan dan mogelijkheden door waar vervolgens dan de poppetjes bij verzonnen kunnen worden. Kijk, en jij gaf uh, van tevoren elkaar even, jij gaf mij ook nog een tip mee. Ja, Richard, wel belangrijk, kom nooit thuis met Duitse Kroes. Ja. En dat gold ook voor uh, Chenk Willing, geloof ik. Hè? Uh, ja, de man ja. is volgens mij gelukkig. Getrouwd. Nou, er is er een die vaak thuis moet komen met Duitse Kroes, en dat is haar man. Uh. Maar het voorbeeld wat ik daar eigenlijk bij wilde geven, was van dat in coalitievorming is er soms een soort uh, ja, verbazing of verrassing over van hoe je dat nou moet doen. En als je nou denkt als een, uh, als een Nederlandse. Als je het hebt over Nederland, over Nederland, dan denk ik dat de mensen die gestemd hebben, ergens misschien zouden zeggen: hoe meer partijen het land besturen, hoe beter. Want hoe meer mensen er vertegenwoordigd worden. Huh. Het nadeel alleen is dat elke individuele partij dan aan zijn of haar achterban moet uitleggen. Dat ze een stuk van de buit van hun beleid weggegooid hebben. omdat ze met een ander wilden samenwerken. Dus hoe meer je vertegenwoordigt, hoeveel, hoe meer water je bij ja. de wijn moet doen. Mooi. En dat verhaal met Duitse Kroes was dan eigenlijk dat ik zeg: van ja. een oneindig grote coalitie. Dat is makkelijk uit te leggen dat het niet werkt als je het hebt over een huwelijk, wat voor mij betreft ook een soort coalitie is. Ja. En daar ziet iedereen in dat als je dan thuis komt van we hebben vandaag de coalitie vergroot, ja. dat dan de andere partij zegt: ja, maar waarom dan? Ja, precies. En, en tot slot, uh, dat is uiteraard ook een goede tip voor alle huwelijken, van iedereen die kijkt. Je zei ook nog: transparantie is niet hm. altijd goed. Ja, nou, vandaag uh, ook in de krant, dan uh, groot stuk. Uh, over die toeslagenaffaire van dat uh, de transparantie dus ver te zoeken was. En dat uh, de ministerraad kennelijk uh, uh, graag dingen niet wilde vertellen. En dat is natuurlijk de taak van de Tweede Kamer om dat allemaal dus wel, wel boven tafel te krijgen. Maar toch wil ik de tip geven van waar, probeer toch niet te transparant te zijn. Want transparant uiteindelijk is ook de doodslag van elke onderhandeling. Dat op het moment dat je, als jij thuis komt en moet uitleggen wat je allemaal al niet hebt gezegd. Kan het veel verstandiger zijn dat je soms gewoon in de luwte tot een deal kan komen? En pas als de deal er is, ja dan transparant zijn over waarom je die deal hebt gemaakt. Mooi. Af en toe mag transparantie ook wel terug in de doofpot. Tot zover de krant lezen met Ilja van Beest. <middels>